En ja, Nationale Assemblée, dan de behandel naar wet die Moussoulougougi ammonisani voor de die macht. Dat weet ik bij de regering, na Nationale Assemblée en ook toe aan rechterlijke macht. De oppositie nog eens aan een coalitie die etaki de museka ammonisani voor de die macht ja zo apart. Etaki na forse verhoging de wani giden samayaso. A coalitie taki ammoni di den wani seka ya. Na fu solugu taki akomo aini verhouding anga den lantimang nga de samaje kisimoni. Ika te ilu kuno unuda sani no tampu bum. Te do se ka ammoni sania dan assembly membe de abi double funksi asande no mudemo. Dan de wani taki ala de sania muhali tolo tampu se ka bum. En aigo ente atar regering oko anagiden sama disidon nunu na so den pleiten masaga ya dinna wan fu de initiatief nemers en egi uitleg fa aisha wet en fa tampu baka wet. En we kunnen het niet anders formuleren, zoals ik daarnet zei, dat het een historisch feit is dat wij, zeker in deze coalitie, in deze periode, diverse hervormingen hebben kunnen tot stand brengen. Voorzitter, van een schuldpositie waarbij we weten dat bijvoorbeeld in juli 2020 Suriname door kredietratingbureaus, zeker Standard & Poor's, bankroet was verklaard. Voorzitter, we hadden op dat moment een default status. We hebben hier, de regering heeft natuurlijk ingezet, we hebben hier als coalitie aantal wetten kunnen wijzigen van staatsschulden tot hervormingen van onze financiële sector, voorzitter. En we kunnen met trots zeggen dat we niet meer in die default status verkeren en dat we de investeerders die allemaal kijken naar status die bijvoorbeeld Standard & Poor's en Moody's uitgeven over Suriname, dat dat vertrouwen wekt en dat men nu kan investeren vanuit een situatie. Dankzij zeker deze coalitie, maar misschien ook de oppositie zo af en toe. Voorzitter, we hebben hier een burgerlijk wetboek gehad, de behandeling, voorzitter. Ook een zo'n historisch feit waarbij wij in staat waren, ondanks er zoveel geroepen werd om niet door te gaan door hier in het parlement, voorzitter. Maar het is een feit en we zijn vandaag in staat geweest als coalitie om die verantwoordelijkheid te nemen naar die samenleving toe. En dat zijn hervormingen van 50, 60, honderden jaren, voorzitter. Hier zitten we weer voor een keuze die deze coalitie moet maken, voorzitter. Willen wij die hervorming doorvoeren? En we begrijpen, voorzitter, dat er nog heel wat discussies gevoerd kunnen worden. En discussies die te maken hebben met, ja, moeten we 51 parlementsleden hebben? Is het parlement niet te groot voor Suriname? Moeten we 31 hebben? Moeten we 39 hebben? Ik begrijp het. Voorzitter, discussies over ons overheidsapparaat, moeten we 17 ministers hebben of moeten we 9 tot 13 ministers? Ik zeg, dat zijn discussies die gevoerd worden. We horen die geluiden, voorzitter. Maar die discussies kunnen we nu niet voeren, voorzitter. Ik denk dat het daarom van belang is dat wanneer verantwoordelijkheden gegeven worden aan politieke ambtsdragers en wij verder dat hervormen en we zien binnen onze anticorruptiewet dat bewindslieden of functionarissen hun opgave moeten doen van hun vermogen, dat dat een verplichting wordt, is
Voorzitter, al deze zaken zijn zaken waar we gaan in de richting van wat gewenst is, voorzitter. Wat vanuit zijn die aspiraties van die samenleving die we tot uitdrukking hebben gebracht. Hetzelfde voor onze kiesstelsel, aspiraties van die samenleving brengen we tot uitdrukking. Voorzitter, we staan nu voor een keuze waarbij aspiraties van die samenleving zegt: Jereno, allerlei sjeere, dubbele salaris, driedubbele salaris, vier. Sommige mensen, vermoedelijk, en gisteren zag ik het, hoe emotioneel men werd vanwege het feit dat men dan niet meer in staat zal zijn bij een nieuw parlement om drie salarissen op na te houden bij de overheid. Voorzitter, het is een keuze die we moeten maken. Het is een keuze die we moeten maken en daarvoor zijn we hier. Dus ja, ik roep de leden op om mee te gaan waarbij wij onze instituten verder kunnen professionaliseren, voorzitter, en in de goede richting kunnen brengen. Voorzitter, we hebben gemerkt, en ik vind het jammer, zeker incident van gisteren, en het zijn typisch juist de mensen waar ik hier bijvoorbeeld, maar ik heb niet de attitude, dat is misschien een privésfeer, maar mensen die niet in staat zijn hun schulden te betalen, voorzitter, en oproepen krijgen, aanmaningen om schulden te betalen. En vermoedelijk moeten ze werkelijk, geachtelid Kensenhuis zegt dat ze moeten lenen. Voorzitter, maar daarvoor zitten we niet hier om die leningen te nemen en die leningen te financieren. Voorzitter, we zijn hier om de juiste vaststelling tot stand te brengen. Voorzitter, alvorens ik verder ga, en daar ga ik een aantal voorstellen doen, omdat we gezien hebben dat bij de indiening wij een benadering hadden van onze overheidsapparaat en de functiewaarderingen, hoe dat plaatsvond. En we hebben een soort formatiesysteem gehad altijd, voorzitter, waarbij bij de overheid de laagste loon en de hoogste, en dan was het op niveau van directeur, dat daar een verhouding was. Een verhouding van rond de 7, rond de 8. Dat waren de verhoudingen. Met de aanpassingen, recente aanpassingen en aankondigingen en wat we in januari gaan krijgen, zien we dat de aanpassing heeft geleid dat we nu een verhouding van in de buurt van 1-3 krijgen. Het laagste ambtenarenloon wordt in januari rond 10.000, 9.000 zoveel. En de hoogste wordt dan, bezoldiging wordt 32.560 zoiets. Dus u ziet dat er een verhouding van bijna iets meer dan 1-3. Dus er is eigenlijk een soort verstoring. En wij hadden gekeken naar die verhoudingen zoals dat altijd was. En van laagste ambtenaar tot directeur tot president van het land. Dan was er een soort verhouding van 1-17, 1-20. En zo was het bedrag vastgesteld van 170, voorzitter. Maar ik denk dat het toch wel wat
studie nodig heeft ter vaststelling van deze verhoudingen, omdat terecht het geachte lid Jordan hier daarnet aangaf, voorzitter, dat we onze verantwoordelijke bewindslieden ook goed moeten betalen, voorzitter. Voorzitter, hier in dit land kijk ik naar gros van de bedrijven, van staatsbedrijven tot andere bedrijven, voorzitter. En ik kan u zeggen, de eenvoudigste staatsbedrijven, daar zien we al beloningen van boven de $10,000. Dat zijn de beloningen. Voorzitter, wanneer we kijken naar dat soort bedragen. Aga di shuko na kabafuna gongo sabot of tide. Otaki gantangi di lukuwe. Winsi wa monsh ti neti. Mofawe.